Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 4 juli. Hoe groter de tegenstand, hoe groter de mogelijkheid. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Korintiërs 16 vers 9. Want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn. Elke keer als God in ons hart een nieuw idee, droom, visioen of nieuwe levensuitdaging legt, staat de vijand klaar om tegenstand te bieden. God roept ons voortdurend tot nieuwe hoogtes. Sommige groot en belangrijk, anderen lijken relatief klein en onbelangrijk. Wat de situatie ook is, als we een nieuw niveau bereiken met God, zullen we geconfronteerd worden met een nieuw niveau van tegenstand van onze vijand, de duivel. Maar samen met de tegenstand komen ook de kansen. En God is altijd met ons, dus hoeven we niet bang te zijn. Bepaalde dingen mogen te groot voor ons lijken, maar niets is onmogelijk bij God. Hij is niet verrast of bang voor iets en met hem kunnen we elke uitdaging die voor ons ligt volbrengen. Als je vastberaden bent om de nieuwe niveaus waartoe God je roept te bereiken, geef dan niet op, ongeacht de tegenstand. In plaats daarvan besef dat hoe groter de tegenstand is, des te groter de mogelijkheid is die voor je ligt. Wees moedig en onttrek vrijmoedigheid en moed van de Heilige Geest, want Hij is altijd met je. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, laat me niet wankelen als er tegenstand is. Ik weet dat U grote plannen voor mij heeft en dat grote tegenstand slechts een grotere mogelijkheid betekent. Ik vertrouw U. En weet dat U mij naar een nieuw geloofsniveau kunt brengen, anderen dienen door Uw liefde. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.